eigenlijk de dingen die op hun verlanglijstje staan, kan ik niet kopen. En die krijgen ze ook niet. En dat zou ik ze wel heel erg gunnen. Ik ben Petra en ik woon met mijn kinderen in Zwolle. Ik zit in de bijstand. Dus ja, we hebben het niet heel erg breed. Als de decembermaand eraan komt, dan denk ik, oh nee, daar krijg ik echt stress van. Ik zie er altijd best wel tegenop. Ook op het moment dat Sinterklaas in het land komt, denk ik, oh jee, dan gaan we zo meteen krijgen we weer dat we de schoen moeten gaan zetten. Er moet er weer een cadeautje gekocht worden. Ja, weet je, iedereen krijgt wat op zijn lijstje staat en hun niet. Het voelt als falen. Ook wel een soort schuldgevoel. Dat ze denken van, ja, ik gun het ze zo en het lukt me gewoon niet. Dankzij actie Pepernoot kan ik iets van hun lijstje kopen. Zonder deze hulp hadden we eigenlijk helemaal geen pakjesavond gehad. Ik zie die gezichtjes al van ze voor me. Dat ik denk, oh ja, nee, ik kan er nu al van genieten als ik dat zou kunnen doen. Sinterklaas kapoentje. Ik zou ze heel graag alles willen geven wat ze verdienen. En dat lukt mij niet. Dank u, Sinterklaasje.